Welkom bij De Magische Klok, de YouTube-serie waarin je alles te weten komt over de geschiedenis van de Efteling. Dit keer kijken we naar de mooiste en grootste attractie van het park, de natuur. Van ondoordringbare oerwouden en opvallende vogels, tot reusachtige slangen en uitzonderlijke bomen. In de Efteling kun je van alles tegenkomen. De natuur is goed vertegenwoordigd in het park. 90% van het totale 65 hectare park bestaat uit natuurschoon. 1950 is het jaar dat Stichting Natuurpark de Efteling wordt opgericht. Met als belangrijkste taak het beschermen en behouden van de natuur in de regio. Voor die tijd wordt het bosrijke heuvellandschap voornamelijk gebruikt voor de leerlooierij en de mijnbouw. In de eerste jaren bestaat het Sprookjesbos nog voor een groot deel uit naaldbomen. Naast het Sprookjesbos is het park in de jaren 50 ook populair door de verschillende wateren, de siertuin, de veulenweide en de roei- en kanovijvers. Het park groeit enorm in de loop der jaren en de afdeling Groen en Milieu groeit net zo hard mee. Tegenwoordig werken er ongeveer 50 mensen. Bij de bouw van elke nieuwe attractie wordt door het hele team gekeken hoe het groen bij kan dragen aan het karakter, het verhaal en het uiterlijk van de attractie. Ook vind je op het Ton van de Ventplein een moestuin en in het Lavelaar zijn altijd laven in de weer met kruiden. De verschillende rijken hebben ook in de natuur verschillende thema's. In Marenrijk staan nostalgische kleuren, zoals bordeauxrood, centraal. In Reizenrijk zie je vooral vrolijke, primaire kleuren. Ruigrijk is getooid in wit, blauw en roze en in Anderrijk overheerst oranje en paars. Op meerdere plekken in het park vind je de speciaal voor het park gekweekte Eftelingtulp. Veel van het groen overwintert in de eigen kassen van de Efteling. De oudste boom van het park, op de Sprookjesboom na, vind je vlakbij Fata Morgana. De grote eik die hier staat, is naar schatting ruim 100 jaar oud. Dat is 2 keer zo oud als de Indische waterlelies en wel 20 keer ouder dan Joris en de Draak. Door de jaren heen zijn er op vele plaatsen in het park natuurlijke rustplekken aangelegd. Loop maar eens achter de piranha langs of neem het bospad achter het spookslot. En ben je al eens in de tuin van het Efteling Museum geweest? De Efteling zit vol geheime plekken met mooie natuur. Ook dieren verblijven graag in Kaatsheuvel. Eekhoorns, vleermuizen, vissen, vlinders en meer dan 90 verschillende vogels kun je vinden in het park, in Bosrijk en op het golfpark. Met nestkasten en voederhuisjes wordt er zo goed mogelijk gezorgd voor alle dieren die te vinden zijn in en rondom de Efteling. Vroeger keek alleen Langnek boven de bomen uit. Tegenwoordig kun jij dat ook als je meegaat met de pagode 45 meter de hoogte in. Daar heb je een prachtig uitzicht op alle natuur die de Efteling rijk is. Wat vind jij het mooiste stukje Efteling?